Ik ben Kimberly, ik ben zangeres. Je zou me kunnen kennen van The Voice, als je dat volgt. Voor de rest is zingen al heel lang mijn beroep. En reis ik letterlijk de wereld rond om op te treden. Ik ben in 2011 begonnen en ik merkte op een gegeven moment wel dat ik hier en daar wat studievertraging opliep. En toen ben ik uiteindelijk in 2016 toch gestopt met de opleiding. Het voelt ook niet als er tussenuit geweest zijn, het was echt gestopt. Ik was ook niet van plan om terug te komen eigenlijk. Ja, dat heb ik toch gedaan. Omdat het hier dus heel anders voelt en dat het voelt alsof de opleiding dus nu wel beter past bij wie ik nu ben. Een van mijn leukste en misschien wel bijzonderste herinneringen hier is toen ik hier op school kwam, toen vertelden al mijn oude klasgenoten die dus al een jaar boven mij zaten van joh, er zijn hier een paar docenten waar je bij moet opvallen. En dat zijn, waaronder dus Danny Saupala, van ja, als hij het tof vindt, dan gaat hij jou wel vragen voor dingen. En ik had net een jaar lang aan een nummer gestudeerd. Dat was een van de moeilijkste nummers die ik ooit heb gezongen, die kon ik na een jaar zingen. En toen had ik een les van Danny en dacht ik, ja, dit liedje ga ik dus gewoon doen. En na die les kwam hij naar mij toe om mij te vragen of ik wilde zingen op het docentenconcert. En dat was dus na 3 maanden dat ik hier op school zat, stond ik dus met de docenten mee te spelen. Ja, dat is wel tof. Ik denk dat de opleiding je heel veel mogelijkheden geeft om nieuwe connecties te maken. Ik denk dat je zelf ook vooral heel graag moet willen. Iemand kan je wel alles geven, maar je moet er zelf heel erg achteraan rennen. Ik wilde altijd heel graag optreden. Ik wilde altijd heel graag mijn geld verdienen met muziek maken. Maar het is dan wel tof dat je dus inderdaad een Danny leert kennen die je dus meeneemt naar andere optredens en je daar ja, op je 20-21ste staat te zingen met een Summer Rouse of met een Doe of en noem maar op. Of Marleen Saupala, ook heel tof. Ik denk door alle connecties die je via de school kan maken, kom je wel echt op hele leuke plekken als je maar graag genoeg wil. Jouw hand in de mijne, of is dit te weinig om door te gaan? Bij alles wat je zegt, voel niet dat je vecht, is dit klaar misschien? Ik denk dat ik door de popacademie mezelf uiteindelijk heel erg heb kunnen vinden. En dat is ook eigenlijk gekomen omdat ik er ook achter kwam wat ik niet wilde. Maar daardoor wel echt in mijn eigen kracht ben komen te staan. Ik denk dat je een doel stelt voor jezelf. En als je dat doel hebt bereikt, je weer een volgend doel opzoekt. En toen ik hier binnenkwam, wilde ik graag mijn geld verdienen met muziek maken. Toen ik het doel had behaald dat ik kon rondkomen van muziek maken, toen begonnen mijn interesses te komen in. Oké, nu wil ik daar meer mee, nu wil ik schrijven. Bekendheid. Nou ja, ik dacht van ja, hoe kom je dan weer in het wereldje om te schrijven? Heb ik alles laten vallen, heb ik uiteindelijk besloten om mee te doen aan The Voice. Wat ik in eerste instantie nooit heb gewild, maar dat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik heb niks te verliezen. Vanuit daar gingen er dus ook heel veel deuren weer open naar schrijvers. En heb ik heel veel geschreven met bijvoorbeeld Jan Teksta. Die loopt hier ook wel eens rond. Ja, dat is dus ook weer een doel die ik af heb gevinkt. En zo blijven ze eigenlijk maar komen. Eigenlijk het meeste wat ik heb gedaan wel heel bijzonder. Ik heb in uitverkocht Ziggo Dome gestaan. Ik heb in uitverkocht Ahoy gestaan. Ik word letterlijk over de hele wereld geboekt. As we speak vlieg je volgende week naar New York. Is heel bijzonder en elke keer als ik het vliegtuig instap, besef ik me dat gelukkig nog van het is wel heel bijzonder wat ik doe. Ik heb een situatie voor mezelf gecreëerd
waarin ik nee kan zeggen. Ik heb ik word door heel veel verschillende organisaties benaderd. Dus ik heb bijvoorbeeld voor mezelf besloten dat ik 3 maanden in het jaar mezelf echt helemaal de pleuris werk, zeg maar. waardoor ik in alle andere maanden nee kan zeggen, omdat ik een soort van goede buffer heb opgebouwd, zodat ik dus de dingen kan doen die ik heel graag wil doen. Bijvoorbeeld bezig met eigen werk, want daar word ik uiteindelijk het gelukkigst van. Ik denk dat de muziekwereld sowieso een hele onzekere wereld is. Als je niet in jezelf gelooft, dan doet niemand het. Je moet gewoon je stoute schoenen aantrekken en echt in jezelf geloven. Alle grenzen zijn open door social media. Als dat platform alleen al goed loopt, hoef je je niet druk te maken om andere mensen. Ik ben sowieso heel benieuwd hoe het met klasgenoten gaat. Nou moet ik zeggen dat ik met een aantal klasgenoten nog heel goed contact heb, gelukkig. Ik heb niet specifiek iemand in mijn hoofd, om heel eerlijk te zijn. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar mijn jaar en de 2 jaren boven mij nog. Dat zijn gewoon wel... daar hebben ook echt hele getalenteerde mensen tussen gezeten. Ik ben benieuwd wat ze doen en ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. En de mensen waar ik echt gek op ben, die zijn nog in mijn leven, gelukkig. You need to listen, so don't...